Als ik me niet vergis, als het niet zo is in stand, zit er een andere motor in? Ja. Ja. Goed, dan zit een andere motor in. Grotere boring, we hebben er al eens een keer met Salah weggebracht. Die hebben we ook goed nat gemaakt. Ik stel voor dat we een datum plannen. Maar eerst deze. Terug naar de baan. Gaan wij kijken of dat wij met Gert-Jan Parry en de echtvroeter hier in de Wolfsburg kunnen trainen van de Van Bulls die bij al hebben staan. Oh, 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 oh. Zoals ze dan bij Wout Schipper in de garage zeggen. Daar gaat de appvloeter over zijn nek. Herinner u zich nog het verhaal wat ik vertelde van Interaction? Die heeft dat ook gehad. Geen tandwiel heel in de aandrijflijn en de motor. Daarmee overtoeren gemaakt. Andere motor erin. Hoe groot die schade op dit moment is, kan ik hier vandaan logischerwijs niet zeggen. Ik heb wel een rood met grijs vermoeden dat ondanks het feit dat hij hier niet zo'n desastreuze klap plaatsvindt als bijvoorbeeld de Zapo in Maren, de schade enorm is. Delen jullie dat idee? Net niet. Ik ben bang dat de motor over zijn nek gaat, ten gevolge van waarschijnlijk aandrijflijn. En dan zit er alleen de bak nog tussen, wat we waarschijnlijk kunnen zeggen. Adrie van de Veken, ben je het daar mee eens? Als jij het zegt, jij denkt de koppeling natuurlijk. Ik denk dat je altijd het zonnige ervan in moet zien en Marie Tops met name heeft een... Het zonnige ervan in moeten zien, ja, nee, met een paraplu om zijn nek en twee natte poten onder zijn benen. Maar wij zien de zonnige kant. Ja, weet je wat het is? Marie Tops heeft er even een motor gebouwd op een nieuw idee. En die zou erin moeten en die zit er nu in. Maar die sloopt natuurlijk wel even die achteraan die er al jaren in zit. Dus ze wil eigenlijk zeggen... Samenvatting van de zaak. Deze motor is zo onwijs sterk dat als die achterbrug heel blijft, Utrecht toch te dichtbij zou zijn. Juist. Jij hebt er gestapt. Dat moet je nou zelf niet even opkomen. Dat is gewoon een zonde.